Yo, goed kijken, het is een nieuwe video van... Ja, Fortnite. Waarom? Nee, Fortnite op de... Ja, op de zondag. Nou... Ja, en Warzone is niet echt, ja... Alleen die Ghost of Verdankers. Maar voor de rest is er niet echt iets van... Ja, hoe heet het nu? Van Halloween. Ik heb trouwens binnenkort gewoon echt wel een nieuwe tafel. Maar, daarom dacht ik... Fortnite. En Fortnite heb je sowieso bij Halloween maps. Maar ik denk ik wel door één ding dat ze niet heel spannend zijn. Dat is al één ding. En hier kan ik ook weer niks mee. Zo. En ja. Dus dat is ja één ding. Ik heb er denk ik eentje. Ik hoop dat deze wel goed is. Hij heet. Ja. Prison Breakout. Ik hoop dat ze leuk zijn. En ik hoop dat. Ja, dat heel goed natuurlijk werkt en een beetje spannend is, want ik dacht, eerder is wel leuk, het is vandaag Halloween. Dus ik dacht, ik doe ook wel even iets met Halloween voor leuke content, want ja. Anders is het ook wel een beetje, ja, niet zo leuk denk ik als je niks zit. Dus ja, daarom ben ik Fortnite. Misschien de volgend jaar ga ik heel iets anders doen. Maar, als het nou even Warzone was, dan had ik Warzone gedaan hoor. Maar we gaan dus nu voor die game starten. Oké, ja, ik kan het gewoon niet door openmaken. Oké, wat er. Normaal dan? Dit is. Waarom zijn nu van die vending machines? Ik denk dat ik deze nodig heb, jongens. Ik denk dat ik deze nodig heb. En ik weet totaal niet wat ze doen. Oké, het was dus iets donkerder. Ja, ik ga denk ik gewoon hier naar beneden. Oké, wat staat er? Hup, shit, rubbish, escape. De kaart, oh nee, oké, hier moet ik komen. Ja, moet ik dan? What the fuck? What the fuck is dit? Ja, ik hoop eigenlijk dat dit even een goede map is. Of moet je dan. Moet je nu eigenlijk gewoon mensen killen of zo? Moet je gewoon die mensen killen? En nu snap ik er helemaal niet van.
Oh. Dus voor een creator. Ja, dit is wel leuk, denk ik. Oh, en dan moet ik ook wel eens... Oh, I must be fine. Oké, ik moet een raar sleutel. En dan heb ik overal natuurlijk zombies. En dan... Hoe zit het dan? Ja, dit is wel leuk. Dit is wel leuk. Lea, hoe? Ik denk dat ik wel niet... Ja, kak! Allee, dit is vervelend tot die... Xbox controller kloten doen, terwijl dat ik maar 10 minuten kan opnemen. Ja, heb ik hem dan nu wel? Waar? Moet dan? Oh, ik moet een missie starten. Maar dit is wel leuk. Wat is dit? Ik zie totaal niet wat hier. Kan ik zo aan hè? Aha, ik heb hem. Ik rij even lekker die zombies aan. Kan ik hier eens uit? Het is een beetje donker. Kijk er weer.
Nee, ja, ik snap het dus nu niet meer echt. Dus daar is het echt gewoon perfect voor. En ik hoopte eigenlijk het dan met, ja, Lize te doen. Alleen ja, ze heeft niks gezegd. Maar... Maar het echt. En dan kun je zo. En dan kun je echt gewoon een soort wedstrijdje op doen. Je kunt ook weer dat gek, zo moet je dat doen. Even reload, even hit. Lopen, even springen en dan zo, als doe je deze map, dat doet zo, kijk, dan kun je hop, dat reload en die zombies gaan er toch wel om je heen. Kijk hier, makkelijk. Ik vind dat niet echt bepaald eng of zo. Lopen. Laat ze maar lekker rondjes lopen. Ik kill jullie wel hoor. Ik kill jullie wel. Alleen er zijn allemaal grote zombies. Allemaal van de dikke. Rondje van de zaak. Rondje van de zaak. Kom, rondje. Iedereen rondje van de zaak.
Ja, de meeste kennen denk ik wel die uitdrukking. Oh, jij er ook bij! Jij er ook bij! Ja, dan de dood. Kom! Rondje in de zaak. Nee, nee. Iedereen, kom erbij! Kom erbij! Jij er ook bij? Nee? Ja, dan gaan we dood. Dan gaan we dood. Ja, waarom lust je niet meer? Kom. Ik ga sporten. Dat is ook helemaal nodig. Ja, en... en hoor. Maar dit is gewoon leuk om met een groepje te doen. Kijk, dit is gewoon leuk voor met een groepje te doen. Maar niet, ja, alleen. Het is een beetje standaard. Ja, je kan een beetje op zombie een beetje mappen. Het is leuk ook gewoon voor content. Ik ga heel even hierheen, want ja, dat sta ik even veilig voor de outro. Dus ja, dus denk ik gewoon echt, ja, leuk om dit met vrienden te doen. Gewoon echt, ja, ik zou zeggen, ga het gewoon met vrienden doen. Voor als je echt moet uitrusten of met je trio. Ga gewoon heel even dit doen, want dan... kun je gewoon heel leuk uitrusten en gewoon heel even voor de lol iets doen. Dus ja, dat is best wel leuk voor denk ik. En ik ga dus dan hier de video nu afsluiten. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Dus zeker even een blauw duimpje omhoog. Je zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En daarnaast dat belletje te klikken om daarnaast te abonneren. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd, adios. En hopelijk heeft iedereen of nog een fijne Halloween gehad. Laat het zeker even weten in de reacties. Ja, wat jij hebt gedaan met Halloween, laat het even weten. Omdat het leuk is. En ik zal je reactie sowieso een hartje geven als ik het zie. Dus ja, laat het even weten wat jij hebt gedaan met Halloween. En ja, en als je het leuk vond, ja, en zet het dan gewoon even in de reactie. En dan zeg ik nu, adios.